Hoi, ik ben Paul Wijkmeijer, 52 jaar oud. We zijn hier in het Frans Hals Museum. Ik mag hier een hele mooie tentoonstelling inrichten, want ik ben bloemkunstenaar. Dat is 37 jaar geleden begonnen in Den Haag, waar ik ook vandaan kom. En toen ik 28 was, toen ben ik naar Haarlem toe verhuisd. En daar heb ik het bloemenatelier Klavertje 5 ben ik daar begonnen. Zodoende door de tijd heen, dat heeft het museum mij hier gevraagd, omdat er iemand uitviel om de bloemen op zaal hier te mogen maken, wat echt heel bijzonder is. Geen één museum in Nederland of in de wereld die doet bloemen op zaal, maar hier wel. En ja, ik mag van die 8 weken dat we de bloemenpracht hier mogen presenteren, mag ik er 4 doen en dat doe ik met alle liefde. Ik vind het zo leuk. Hoe ik in aanraking ben gekomen met Red Wing kan ik me niet zo goed herinneren. Wel het moment dat ik dat weer nieuwe wilde hebben, want de mijnen waren zo versleten. Er waren scheuren aan de zijkant en het zag er niet meer uit. Ik liep helemaal als een soort met oogbenen. Nooit iets laten doen, dus ze waren echt helemaal verknetterd. Dus ik moest nieuwe hebben, toen kwam ik in Amsterdam terecht. Daar heb ik een nieuw paar gekocht en die jongen die daar was, die vond het zo bijzonder dat ik nog hoe ik op die schoenen liep. Ik heb een nieuw paar gekocht, mijn oude schoenen bij hem laten staan en ik ben weer fris de zaak uitgelopen en ik ga nooit meer wat veranderen aan mijn schoenen. Het zijn toppers. En sindsdien loop ik alleen maar op Red Wing. In de zomer, in de winter. In de zomer het liefst zonder deze dingen, zonder sokken. Dan vind ik ze echt het allerlekkerste lopen, vetertjes los. En zo loop ik al heel wat jaartjes op Red Wing en ik denk dat ik ze mee in de kist in ga nemen. Of mijn man, I don't know.